Als oogvereniging zijn we een aanspreekpunt over alles dat te maken heeft met ogen, zien en niet goed zien. En dat doen we op het vlak, hè, zoals je ook ziet op de volgende dia, op het vlak van informatie. Geef informatie, we komen op voor de belangen van mensen met een oogaandoening. En we zorgen dat als je iets aan je ogen hebt, dat je dan mogelijkheden hebt om in contact te komen met anderen. Nou ja, zoals je op de volgende dia ziet, doen we dat op twee pijlers. Het oogzorg en het meedoen in de samenleving. Nou, als eerste zal ik iets vertellen over die oogzorgkant. Wat je ziet is een cartoon van Arend van Dam, dat is een cartoonist. De polykliniek droge ogen. En er zitten allemaal mensen in de wachtkamer en die zeggen dan, nou, als ik last heb van droge ogen, dan denk ik aan hele zielige dieren. Of ik zorg dat ik altijd een uitje in mijn broekzak heb. Nou ja, dat is natuurlijk een grapje. Alhoewel je overigens wel ontzettend last kan hebben van droge ogen. Maar wat eigenlijk de boodschap is, we willen er als oogvereniging heel graag zijn voor iedereen die iets aan zijn ogen heeft. Dus hoe, ja, zeg maar, licht tussen aanhalingstekens tot zwaar en alles ertussenin. Nou, op de volgende dia zie je dat dat eigenlijk op allerlei gebieden is. Hè. Dat begint al natuurlijk met het voorkomen, ja, indien mogelijk. Hè. Het voorkomen dat je iets aan je ogen krijgt. Bijvoorbeeld als je glaucoom in de familie voorkomt, dan is het voor de familieleden heel belangrijk om hun ogen ook te laten controleren. En als je dan hoort dat er iets aan de hand is met je ogen, dan wil je ook dat je goede informatie krijgt over wat is er aan de hand en wat zijn mijn mogelijkheden nog. En ook tijdens de behandeling, dat je zelf kunt meepraten over, nou, misschien zijn er al meerdere behandelmogelijkheden. Misschien zijn er verschillende medicatie mogelijk. Dat je daar ook over het gesprek aan kunt gaan met de arts. En natuurlijk ook, ja, als het bijvoorbeeld om medicatie gaat, dat die voor jou beschikbaar is. Maar het kan ook gaan om wetenschappelijk onderzoek, om nieuwe ontwikkelingen. Hè, als patiënten vinden we ook een aantal zaken gewoon heel erg belangrijk dat die onderzocht worden. Daar hebben we als oogvereniging ook inspraak in. En ook heel belangrijk het omgaan met, hè, want ja, je staat in de spreekkamer of zit je die deur achter je dicht en dan sta je dan met je diagnose. Nou, dan is het wel heel fijn als je ook wat ervaringen kunt uitwisselen met anderen die misschien wel hetzelfde aan hun ogen hebben. Nou, het andere terrein waar we op actief zijn, en dat zie je ook een mooi voorbeeld van op de volgende dia, inderdaad, er is hij al, een meedoen in de samenleving. En je ziet hier een foto van Daan de Kort. Nou, ik vind Daan echt een geweldig inspirerend voorbeeld van meedoen in de samenleving als je slechtziend of blind bent. Daan zit in de Tweede Kamer. Hij is slechtziend en hij zit in de Tweede Kamer voor de VVD. Nou, we komen vast, hij komt vast nog lang zo meteen, want Daan, Marijke heeft Daan ook geïnterviewd in haar boek. Toen was hij nog wethouder in Veldhoven. En hij zei toen al van, nou, ik droom ervan om in de Tweede Kamer te komen. Nou, en het is hem gewoon gelukt. Ik vind dat, dat is wel echt heel inspirerend. Op de volgende dia zie je dan een rijtje van onderwerpen, hè, waar het dan om kan gaan. Als oogvereniging doen we dan ook aan belangenbehartiging op die terreinen. Hè. Dan kan je het hebben over werk, hè. Maar ook dat je van A naar B kunt komen. Dat je ook als je slechtziend of blind bent met het openbaar vervoer kunt reizen bijvoorbeeld. Hè, digitaal, dat je websites en apps goed kunt gebruiken. Betalingsverkeer, dat je kunt betalen in de winkel. Maar ook met online bankieren bijvoorbeeld. Dan gaat het ook over kansen voor migranten. Hè? Wat als je het Nederlands nog niet genoeg beheerst. En ook belangrijk zijn bijeenkomsten en lokale activiteiten die we als oogvereniging doen. Zoals oogcafés. Er zijn er inmiddels al meer dan 70, heb ik me van de week laten vertellen. Dus in heel veel plekken in Nederland is er eigenlijk wel eentje dicht in de buurt. Op de volgende dia wilde ik alvast het uitstapje maken naar het boek Gezien. Want daar zijn we hier natuurlijk voor bij elkaar. Het is wel leuk, denk ik, om even iets te vertellen hoe het begon. Ik zei al even, ik werk bij de oogvereniging de communicatie. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van Marijke. Marijke is lid van de oogvereniging. En zij gaf eigenlijk bij ons aan van, nou, ik zou het wel heel mooi vinden om mensen met een visuele beperking te interviewen. Hebben jullie daar interesse in? En toen dacht ik, nou, ja, geweldig.
Want hoe fijn is het niet als je zelf het aan je ogen hebt om dan eens te lezen hoe gaan anderen ermee om? En ook om aan andere mensen in de samenleving te laten zien, van, nou, wat is er wel mogelijk en ja, waar zitten nog drempels en waar zou iets aan gedaan moeten worden? Nou, uiteindelijk heeft Marijke meer dan 50 mensen met een visuele beperking geïnterviewd. Echt ongelooflijk veel. Die hebben in een nieuwsbrief en op de website van de oogvereniging zijn die gekomen. En dan gaat het echt van verschillende levensfasen, van jong tot oud en verschillende oogaandoeningen. Pas slechtziend geworden, hele leven lang al blind. En nou ja, van alles, alle variaties zie je daartussenin. En ook, ja, mooi om even uit te lichten, partners van. Ja, want het heeft natuurlijk ook, als je partner bent, heeft het ook een impact op je leven als je partner slechtziend of blind wordt. En migranten ook. En uiteindelijk is het niet zo ver gekomen dat dat gaf Marijke ook al van begin af aan van het zou zo mooi zijn als er als een boek ervan zou kunnen komen. En dat is ook gebeurd in de interviews. Zijn gebundeld in het boek gezien. En nou ja, daar gaan we vandaag nog veel meer over horen. Nog eventjes om het verhaal over de oogvereniging af te maken. Wat voor vragen je ook hebt over ogen, over medische zaken of over het leven met een oogaandoening. Je mag altijd de ooglijn bellen. Van maandag tot en met vrijdag 030-29-45-444. Of via mail ooglijn@oogvereniging.nl. En als je lid wordt van de oogvereniging, dan krijg je informatie via nieuwsbrief en magazine. Steun je ook onze belangenbehartiging voor goede oogzorg en meedoen in de samenleving. En heb je ook toegang tot informatieve en gezellige bijeenkomsten. Nou, dan zijn we, als je op de volgende dia zult zien, aan het einde gekomen van de korte introductie op de oogvereniging. De presentatie over de oogvereniging die is klaar. Dus we gaan nu over naar we zitten hier in de kantoorruimte van de oogvereniging in Utrecht. En tegenover mij aan tafel zit Marijke Oostinga. Welkom, Marijke. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je hier kon komen. Alle mensen die zijn ingelogd zijn gewoon ontzettend benieuwd naar het boek en willen er heel graag meer over horen. Dus misschien is het wel leuk om even te beginnen met, hoe is het idee voor het boek bij jou ontstaan? Ja, ik wil heel graag wat doen aan de beeldvorming in de samenleving. En, want het viel me op hoeveel mensen ons verkeerd beoordelen. En hoeveel vragen er ook zijn in de samenleving. Als ik bij de bushalte stond, ik kwam in een winkel. Mensen vullen zoveel in. En toen dacht ik van, goh, als nu andere interview, dan krijg je wat een breder beeld dan als ik alleen vertel hoe het voor mij is. En toen werd ik lid van de ledenraad van de oogvereniging. En toen kon ik hier een rondleiding krijgen bij dit kantoor. En daarmee kwam ik met Carlijn in gesprek. En toen dacht ik, nou, nu kan ik mijn droom werkelijkheid worden. Door mensen te interviewen en die verhalen ook op internet te plaatsen. Niet alleen bij de nieuwsbrief, maar ik zit dus vaak ook op LinkedIn. En ik stuur dus ook naar mensen op en kreeg heel veel positieve reacties. Goh, dat wist helemaal niet dat dat kon. Of bij migranten bijvoorbeeld, dat het lastig was voor hun om Nederlands te leren, omdat het taalonderwijs zo visueel is. Toen heel veel mensen zeiden, nou, daar moet dan wat aan gedaan worden. Waarom is er nog niks aan gedaan? Dus het lokte heel veel reacties uit. En dat stimuleerde mij wel om verder te gaan. Dat is voor mezelf trouwens ook een ontdekkingswereld. Want je leert heel veel van anderen. Ik had voordien, voordat ik begon met de interviews, geen sprekende apparatuur in huis. En nu heb ik een sprekende thermometer en een sprekende thermostaat. En wat heb ik nog meer? Ik heb allerlei sprekende keukenweegschaal en een sprekende personenweegschaal. Dat soort informatie
Het is dan praktische informatie, maar die doe je wel op bij mensen waar ik contact mee kreeg. Je hebt er een hoop van opgestoken, inderdaad, ja, zo te horen. Ja. Ja. En kun je nog iets meer vertellen over de mensen die je geïnterviewd hebt? Want het zijn er echt ontzettend veel en ook heel divers, hè? Ja, ja, ja. Nou, dat, de eerste die ik interviewde was een man, die was toen 94. Die is Edi Korthals-Altus, dat was in Den Haag. Dus dat was voor mij zowat een thuiswedstrijd, want ik woon vlakbij Den Haag. En nou ja, dat was dus een hele oude meneer en die was nog maar een jaar of zes slechtziend. Op het moment dat ik hem interviewde was hij eigenlijk al blind. En nou, hoe hij ermee omging. De jongste die ik geïnterviewd heb, dat was een meisje van zes. En die was heel bij de hand. Dus er was een enorme diversiteit. En daartussen ook partners van. Ik heb een man in Utrecht geïnterviewd. En nou, die zei het was best in het begin heel moeilijk. Je moet, moet opnieuw je relatie uitvinden als een van de twee plotseling blind wordt. Je moet opnieuw bekijken hoe je met elkaar omgaat. En hij was heel open. Zelfs ook wat hij vertelde van, goh, we hebben het voelen meer ontdekt bij het lichamelijk contact. Nou, dat vind ik mooi dat iemand dat met me durft te delen. Ja, zeker. Ja. Ja. En aan de andere kant ook een vrouw uit het zuiden van het land. Van wie de man ook langzamerhand slechter gaat zien. Die vooral kampte met het werken van haar man, wat mensen daar zo moeilijk over deden. En dat het voor hun zo'n stuk frustratie was. Zo'n bedrijfsarts die het je dan wat moeilijk maakt. Dat is best lastig als je toch al te dealen hebt met teruglopend zicht. En, maar er waren meerdere mensen volgens mij, hè, die echt worstelden met het werk ook. Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja, nee, dat was wel een issue. Kwam je meerdere keren, kwam dat terug. En dan zag je ook dat mensen uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt verklaard worden. En dat heel veel mensen dat heel frustrerend vinden, omdat ze best willen. Maar dan zou de werkgever wat mee moeten werken. Of dan zou de bedrijfsarts wat meer flexibel moeten zijn. Dat is best lastig als dat niet gebeurt. Aan de andere kant zijn er ook mensen die ondanks een slecht zicht of ondanks dat ze blind zijn, wel een baan hebben gekregen of gehouden. En Daan de Korte is een mooi voorbeeld. Ik zal een slokje water nemen. Die was op zijn 15e binnen een week heel slechtziend geworden, zag nog maar 4%. En die is al vrij snel de politiek ingegaan. Toen dacht hij op een gegeven moment, hij was lid van de VVD, als die de grootste partij van Veldhoven wordt, daar woonde hij, dan word ik een van de wethouders. Nou, dat is hem gelukt en op het moment dat hij wethouder was, heb ik hem geïnterviewd. En toen zei ik, ik dacht dat het, ik zei het bij wijze van grapje. En is je volgende stap naar de Tweede Kamer? Maar hij ging er heel serieus op in. En het is hem ook gelukt. Dus hij heeft volop werk nu. Een ander voorbeeld is Anita Wenen. Ja, die werkt al 30 jaar, denk ik, als jurist. Maar dat is ook wel bijzonder. En nou, er zijn ook wel meer. Annemarie Noorderduk, die werkt als tassenontwerpster. Dus het zijn niet alleen maar verhalen waar het slecht gaat. Maar het is wel, ik vind het mooi dat beide kanten belicht worden. Zowel de kant dat het moeite kost om nog het werk te behouden. Als de mensen die het ook lukt om wel gewoon werk te houden. En Romke de Vries die heb ik geïnterviewd, die is boven de 70, inmiddels 73. En die werd van zijn pensioen teruggehaald
Omdat in coronatijd er zo'n achterstand was gekomen in de rechtszaken, die man was rechter, dat hij opnieuw als rechter 1 dag per week zaken mocht behandelen. Ja, dat vind ik dan wel weer een succesverhaal, dat ze hem dan alsnog weer van stal halen. Ja, hartstikke mooie voorbeelden allemaal. Waar je ook het heel snel aangaf is van, goh, ik zou zo graag migranten of vluchtelingen met visuele beperking willen interviewen. Wil je daar iets over vertellen? Ja, ik heb zelf 30 jaar geleden werkte ik in Rotterdam. En daar werkte ik bij het Marconiplein. Dat is een wijk waar heel veel buitenlanders wonen. En daar viel me op dat heel veel mensen daar geen Nederlands spraken. En dat vond ik zo lastig. Want ik moest er vaak, sprak er vaak af met iemand. Ik vergat elke keer waar precies die zijstraat was. En dan kon ik die mensen nog in het Engels, nog in het Nederlands, nog in het Frans of het Duits verstaanbaar maken waar ik moest zijn. En dus toen ben ik in de tijd zelf Nederlands gaan geven aan anderstaligen. Om een of andere reden, 2011 was volgens mij weer een volgende vluchtelingenstroom. Die hoorden van heel veel Syriërs en andere mensen die ons land binnenkwamen. En toen dacht ik, hoe zou het nou zijn voor mensen die slecht zien om hier Nederlands te leren en om hier in te burgeren. Ik kan op deze manier de gelegenheid krijgen. En dan zie je ook dat het best tegenvalt. Het valt best tegen om hier voet aan de grond te krijgen. En dat komt vooral omdat de eerste stap die je moet doen als je hier komt, is de taal leren. En als dat al een obstakel is, dan valt het niet mee. Het kost de mensen meer moeite dat ze uit hun eigen land hierheen trekken, dat kost al de nodige moeite. Dan kom je hier en dan sta je hier eigenlijk min of meer op een zijspoor. Omdat je hier, vanwege het feit dat het Nederlands hier heel visueel gegeven wordt, bijna niet de taal kunt leren. Er zijn wel uitzonderingen. Amani Shalha, die ik heb geïnterviewd, die werkt nu bij de oogvereniging, die leerde heel snel het Nederlands. Maar die had wel één voordeel, die had thuis al Engels gestudeerd. En dan is die stap minder groot dan als je van Arabisch ineens Nederlands moet leren. Dat is zo'n andere taal. En wat je ook wel duidelijk maakt in die interviews is dat vluchtelingen dan tegenaan lopen, is dat ze dan ontheffing krijgen, hè, van de taal. Ja. Nee, dat is inderdaad ook een punt. En dat is eigenlijk een zwakte bot van de overheid. Het is moeilijk voor migranten om het Nederlands te leren, omdat het taalonderwijs heel visueel is. Je zou verwachten dat de overheid dan zegt van, dan gaan we daar wat aan doen. Dan gaan we een andere onderwijsvorm maken, waarbij ook blinden of slechtziende vluchtelingen gewoon kunnen meedoen. Maar de overheid kiest dan voor een zwaktebod. Die zegt, jongens, als jullie dat niet kunnen leren, krijg je de ontheffing van de inburgeringsplicht. En daarmee komen ze dan ook min of meer op een zijspoor te staan. En ik zou heel erg willen pleiten voor de ontheffing opheffen. En juist heel veel energie steken in mensen Nederlands te leren, zodat ze kunnen meedoen in de samenleving. Meedoen, dat is hier ook een hot thema bij de oogvereniging. Maar ja, als je kunt participeren, dan voel je, dan integreer je ook makkelijker. En dan, want dat hoor je ook vaak bij vluchtelingen, dat ze eenzaam zijn. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Als je niet goed met je Nederlands uit de voeten kunt en niet een alledaags praatje met je buurvrouw of buurman kunt houden, dan kost het ontzettend veel moeite om kennissen op te doen en om vriendschappen te sluiten. Ik vond het ook echt heel indrukwekkend, die interviews met, meer interviews natuurlijk, maar zeker die met
met de migranten. Dat lijkt me zo, ja, dan is het dubbel moeilijk eigenlijk om bestaan op te bouwen. Dat is echt indrukwekkend. Zijn er nog meer interviews die waarvan je zegt, oh, die zijn me echt bijgebleven? Want ik heb de afgelopen jaren natuurlijk zoveel gedaan. Ja, nou, ik moet ook wel denken aan een interview van Hans van Rooyen. Dat is een oudere man en die werd vrij snel slechtziend. En die dacht, als ik nu straks blind word, dan hoeft het wat mij betreft niet meer. Dan zou ik liever dood willen zijn. Nou, dat vond ik best heftig. En die is naar het LOERF gegaan. Dat is een revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden. En daar heeft hij van alles weer opnieuw geleerd. En ook opnieuw geleerd wat, om invulling te geven aan zijn leven. Hij was net met pensioen toen hij slechtziend werd. Of vandaag nog blind. En die heeft bijvoorbeeld het zingen ontdekt. Hij zingt in een koor. En hij wandelt met zijn geleidehond. En hij via de GPS kan hij kilometers lopen. Dus heeft gewoon zijn wereld weer herontdekt. Het probleem is nu wel dat hij behalve slechtziend ook slechthorend aan het worden is. Dat is een nieuwe worsteling voor hem. Maar ik vond vooral die worsteling om weer een nieuwe invulling aan je leven te geven als je plotseling slecht ziet. Dat vond ik door hem wel heel schrijnend verwoord. En ja, bijvoorbeeld een Jennifer, die staat dan op de cover van een boek. Dat vind ik ook een inspirerend verhaal. Een dame die zo depressief werd dat ze in een aantal maanden 50 kilo aankwam. En dan uiteindelijk tegen zichzelf zegt Jen, zo ben je niet. Je bent iemand die van contacten houdt. En dan toch weer een nieuwe manier van leven ontdekt. Nu je heel veel voor jongeren doet bij de oogvereniging. Oogcafés voor jongeren. Dat vind ik al indrukwekkend. Ja, absoluut. Heb je zelf nog los van alle praktische handigheden, want je komt natuurlijk bij 50 mensen thuis, maar dan heb je een heleboel praktische tips sowieso al gekregen, vertelde je. Maar heb je ook nog zeg maar nieuwe inzichten opgedaan of dingen geleerd waarvan je zegt van, hé, dat zie ik nu anders. Ja, nou, wat ik vooral heb geleerd, dat er heel veel manieren zijn om tegen je slechte zicht aan te kijken. En bij ons, ja, ik heb het al van jongs af aan. Bij ons thuis had het toch vaak een rouwsluier overheen. Is het toch wel iets zwaars. Dat idee heb ik er ook altijd bij gehouden. Van, ik moet eigenlijk zoveel mogelijk doen om mijn zicht te compenseren. Omdat het niet fijn is of zoiets. En wat ik vooral in deze interviews heb geleerd van verschillende mensen, dat die het veel meer als een voldongen feit zagen. En er eigenlijk veel praktischer. Ja, niet dat wij er thuis niet praktisch mee omgingen, maar veel dichtvoetiger of veel, als obstakels die gewoon uit de weg geruimd moeten worden. Van zo'n Romke de Vries. Die zat op een school waar die eerst leerde lezen. En dan zegt de oma van, ach, dat lezen van jou, dat gaat veel te traag. Je moet gewoon braille leren. En dan leert hij braille. En dat vind ik, dat klinkt dan zo, zonder die zwaarte. Dat vond ik wel heel prettig. Ik dacht van, die keuze kan ik nog steeds maken. Om het niet als iets te zien wat neerdrukt, maar gewoon als een praktisch obstakel waar oplossingen voor gevonden kunnen worden. Bedoel je daarmee ook dat je misschien van huis uit meer, zeg maar, misschien waarschijnlijk onbewust, maar een soort van de opdracht meegekregen had om
ja, zoveel mogelijk te doen alsof je niet slechtziend was. Klopt. En dat dat dan daardoor heel moeilijk werd. En dat, ja, als je zegt van, ik ben nou eenmaal slechtziend, ja, misschien is het gewoon praktisch om braille te leren. Of, hè, wat ja, dan ook. Precies. Ja. Dat zit er wel mee in. Ja, ja. Dat is inderdaad wat ik heel lastig gevonden heb en waarvan ik denk van, goh, als ik mijn leven over had mogen doen, dan had ik mezelf gewoon geaccepteerd met mijn beperking en dan gekeken wat ik dan kon. Terwijl ik nu vaak zo keihard heb gewerkt om mijn zicht te compenseren, om net te doen of ik het niet heb, of ik overal aan mee kan doen. Terwijl dat toch niet reëel is, niet realistisch. Ik denk dat het voor heel veel mensen onwijs herkenbaar is. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus ja, dat kan dan echt je ogen openen inderdaad. Hè? Als je zo met andere mensen spreekt. Ja. Ja, klopt. En als je dan mensen hoort die daar makkelijker mee omgaan. Die, zoals vroeger, ik liep ook nooit met een stok. En dat had dan wel tot gevolg dat ik regelmatig over stoeperanden viel. En dat probleem heb ik nu ook. Maar goed, dat was toen. En toen kon ik nog zonder wandelstok lopen. Dat kan ik nu niet meer. Maar als ik toen gewoon met een taststok had gelopen, dan was het veel makkelijker geweest. Ja. En ook veel herkenbaarder voor de omgeving. Ja. Ik denk dat we gaan natuurlijk eerst nog kijken of er vragen zijn. Maar voor zometeen hebben we alvast een mooi bruggetje. Want als je erkent van, ik heb gewoon weer eenmaal wat aan mijn ogen. Ik heb gewoon moeite met lezen. Nou, hoe fijn is het dan als je je boeken ook voorgelezen. Of in braille op naar wat voor jou een toepassing is laten schrijven. Dus dat gaan we straks ook allemaal horen. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, Janneke, of er vragen zijn binnengekomen in de chat. Want dat mag natuurlijk. Als mensen vragen hebben aan Marijke, dan is het een goed moment om die te stellen. Ja, nou, ik heb zeker een vraag binnengekregen. Kijk. En daar ben ik eigenlijk zelf ook wel nieuwsgierig naar. Zou je nog een vervolg op dit boek willen gaan schrijven? Ja, Marijke. Dat weet ik eigenlijk niet. Als er heel veel vraag naar mijn boek is. En het moet ook niet meer van hetzelfde worden. Ik vind dat lastig. Ik weet het nog niet. Ik weet ook niet of daar überhaupt vraag naar is. Nou, dat is misschien een wedervraag die we kunnen stellen. Hè? Of ook mensen, als er mensen iets gemist hebben in het boek, dan horen we natuurlijk precies, dan wordt een ander verhaal. Ja. 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 Zijn er nog meer vragen? Nee. Verder, ik denk dat ik zit ook gewoon vol overtuigd te luisteren. Dus ik denk dat heel veel mensen ook gewoon naar je verhaal aan het luisteren zijn. Maar er zijn nog steeds, er zijn geen vragen verder. Nou, misschien komt het zo meteen nog. En ik was ook nog heel benieuwd, Marijke, of jij zelf nog iets wil meegeven aan de luisteraars, die wij natuurlijk nu niet kunnen zien of horen, maar die allemaal heel geboeid zitten te luisteren. Ja, wat ik zelf eigenlijk al zei, dit is tegenwoordig zoveel mogelijk om obstakels weg te werken. Het is zo... er zijn zoveel mogelijkheden om met je slechte zicht toch van alles nog wat te doen. Ik zou vooral niet bij de pakken neer gaan zitten. En vooral elke keer als ik weer dit voordoet, zoeken naar oplossingen. En dan een lotgenotencontact is daar een hele goede, hele goede manier voor. Dus ik zou zeggen, word gewoon lid van de oogvereniging. Dan gaan ze naar een oogcafé. Maar misschien is dat niet de bedoeling om hier... Mag wel. En maak ook gebruik van passend lezen. Want dan heb je ook gelijk je boeken bij de hand. Ja, en dat kun je zelfs via de iPhone doen. Dat vind ik wel ontzettend makkelijk. Ik heb mijn iPhone is zowat mijn grootste vriend geworden. Want waar ik ook kom, luister ik naar de boeken. En dat kan omdat ik mijn iPhone dan op zak heb. Dus ik denk dat ik dat ding meer gebruik dan welke jongeren ook. Ja, dat zou heel goed kunnen.
En als er nu nog zeg maar, mensen luisteren die zelf niks aan hun ogen hebben, zeg maar, hè, misschien de werkgevers of mensen die bij de overheid werken, zou je die mensen ook nog iets willen meegeven? Ja, dat vind ik. Als mensen vanuit de overheid luisteren en het gaat om migranten, dan zou ik ze bijna de opdracht willen meegeven van gaan kijken of er wat beter onderwijs is voor de blinde en slechtziende migranten. Want het zullen vast niet de laatste zijn die ik geïnterviewd heb die hier binnengekomen zijn. Er zullen nog veel meer binnenkomen, want het is niet voor niets dat de opvangcentra vol zitten. En ja, als je mensen wilt laten meedoen, dan moet je daar de mogelijkheid voor geven. En voor werkgevers, ja, dat is lastig. Dat is eigenlijk zo'n samenspan van werkgever en UWV. Maar ik ben ervan overtuigd dat er veel meer kan dan nu vaak blijkt. En dat er veel meer inspanning geleverd kan worden om mensen aan de bak te helpen en aan de bak te houden. Ik vind het zo zonde als je buiten het arbeidsproces raakt. Dat doet ook iets met je gevoel van eigenwaarde. Tenminste, zo is het mij vergaan. Toen mijn laatste baan moest opgeven, ik werkte bij een advocatenkantoor. En daardoor mijn slechte zicht ook. Nou, dat vind ik echt als heel schrijnend, heel... ja. Heel zwaar ervaren. Het was alsof er een stukje van mezelf werd weggenomen. En nou, dat vind ik ook wel een taak van de overheid. Het is een stuk solidariteit om daar met z'n allen voor te knokken. Om mensen aan de slag te houden. Om mensen een zinvolle invulling van hun leven te geven. Zo belangrijk toch is als je naast kan blijven werken, hè? Dat die mogelijkheden er blijven zijn. Ja. Zijn er nog vragen in de chat, uit de chat binnengekomen, Janneke? Nee, nog steeds niet. Nee. Er zijn nog maar 11 luisteraars, geloof ik. Ja, ik denk dat het gewoon hele aandachtige luisteraars allemaal zijn. Dat, ja. Ja, nou, alleen maar mooi. Ja, precies. Wil je nog iets zeggen, Marijke? Of zeggen we gaan door naar Janneke en dan kunnen we, hè, als er in de loop van jouw verhaal nog vragen voor Marijke binnenkomen, dan kunnen we misschien nog even terug. Nou, Janneke, ik vind het ontzettend fijn dat het boek is ingesproken. Daar was ik heel blij mee. En uiteindelijk ook vrij snel nog. En dat is ook mooi gedaan. Ja, zeker. Dat is heel fijn te horen. Ja, ik denk dat het echt wel, nou ja, hè, precies aansluit. Eigenlijk helemaal jouw verhaal zeg maar symbolisch maakt. Want als je gewoon je mogelijkheden wil aangrijpen om nou ja, je leven te leiden met een visuele beperking. Dan kan je eigenlijk niet om passend lezen heen. Dus hierbij geef ik ook graag het woord aan jou, Janneke. Ja, Ik ga met mijn verhaal beginnen. Dat is inderdaad een mooi bruggetje. Maar Elvira fluisterde mij net een mooie reactie in. Ik wil even wil delen, ook voor Marijke. Het is geen vraag, maar wel... beste Marijke, dank je wel voor dit mooie tot lezen van je boek uitnodigende gesprek. En ik kan me dit helemaal voorstellen. Want ik zit ook echt aandachtig naar je verhaal te luisteren. Dus dit is een mooie opmerking die denkt het goed weerlegt hoe dit leuke gesprek is. Het fijne gesprek om daar te luisteren. Ja, daar ben ik. Nou, we zijn echt, wat Marijke net al zei, dat we zijn echt heel erg trots. En we vinden het echt heel mooi dat we jouw boek ook hebben kunnen produceren. En beschikbaar is voor onze klanten. En ik wil vandaag eventjes aansluitend op jouw verhaal om wat vertellen over passend lezen. Wie zijn wij? Nou, mijn naam is Janneke Bakker. Carlijn had mij al voorgesteld en ik ben relatiemanager bij Passend Lezen. Ik geef veel webinars. Maar ik kom ook op locaties langs en jullie hadden het net al eventjes over de oogcafés. En daar kom ik ook regelmatig langs. Vind ik heel fijn en heel leuk om ook daar te wat kunnen vertellen met al onze producten. Kom ik met mijn tas aan om te vertellen wat we als passend lezen allemaal kunnen betekenen. Nou, wat ga ik vandaag even vertellen in het kort? Waarom passend lezen? Voor wie zijn wij er? De verschillende leesvormen. Hoe werkt het bij ons? We zijn natuurlijk een digitale bibliotheek. Geen fysieke bibliotheek en de verschillende luistermiddelen.
Als eerste kan ik het even kort vertellen van ja, waarom passend lezen? Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Ik krijg nog wel eens de vraag als ik ergens ben. En we bestaan, ik zeg dat we bestaan echt al heel erg lang. We komen oorspronkelijk van de blindenbibliotheek, de christelijke bibliotheek. Maar we zijn eigenlijk nu al een tijdje bibliotheekservice passend lezen. We zijn een stichting en wij vallen onder de Koninklijke Bibliotheek. Wij zijn er, voor wie wij zijn, voor wie zijn wij er? Nou, vandaag hebben we het natuurlijk ook echt over blind en slechtziend. Daar hebben we natuurlijk mooi in het boek wordt dat besproken. Maar ook voor mensen met dyslexie. Met dyslexie, maar ook voor mensen met een cognitieve of fysieke beperking. Die niet in staat zijn om te lezen of een boek vast te houden. Ik zeg altijd wel, we zijn er eigenlijk voor iedereen die wil lezen, maar het lukt niet op de normale manier. Die kunnen bij ons lid worden en van onze collectie, waar ik zo straks dieper op inga, gebruik maken. En zo toch alweer gewoon alle boeken kunnen lezen. Net zoals Marijke net zei, dat hopelijk ook de telefoon de beste vriend is, zodat ze op elk moment kunnen genieten van onze boeken. Wat ik nog eens even wil benadrukken, we hadden het net ook over migranten, een heel belangrijke doelgroep ook. Ik krijg ook vaak de vraag, mensen die de Nederlandse taal niet beheersen, mogen die lid bij jullie worden? Nou, natuurlijk mogen die lid worden bij ons, maar dan moeten ze wel een leesbeperking hebben, zoals ik hier op deze slide ook aangeef. Mensen die geen leesbeperking hebben en alleen de Nederlandse taal niet beheersen, die kunnen niet lid worden bij ons. We zijn een stichting, we moeten ons wel aan de voorwaarden houden. Dus er is wel echt een leesbeperking nodig om lid te worden bij ons. Wat ik vandaag even ga behandelen. Wij hebben bij Passend Lezen onze collectie onderverdeeld in verschillende leesvormen. Audio lezen, braille lezen, letter lezen en combi lezen. Ik hou me vandaag, ook wegens de tijd, even fysiek op de producten voor de volwassen mensen. Want we hebben ook nog heel veel producten voor kinderen. Wat ik net al vertelde, ik geef ook webinars. En daar heb ik ook speciale webinars voor kinderen. Dus als iemand zegt, hey, ik wil er eigenlijk wel meer over weten, dan kan Elvira daar een link voor delen in de chat als iemand dat wil. Dus ik hou me vandaag eventjes voor deze leesvormen echt specifiek voor de volwassen doelgroep. Als eerste begin ik bij audiolezen. En audiolezen zijn echt onze gesproken boeken. Nou, ik zeg altijd heel trots en dan moet iedereen altijd heel erg lachen, want ik zeg dat het heel vaak in mijn presentatie. Wij hebben op dit moment een collectie van meer dan 85.000 gesproken boeken. En daar zijn we echt zo super trots op als we dat hebben. Omdat we echt, ik realiseer me altijd zo erg dat we echt zoveel boeken hebben en voor iedereen wat. En ik heb 3 collega's werken op de afdeling collectie die echt dagelijks bezig zijn van welke boeken komen eruit? Waar zitten onze klanten op te wachten? Welke kunnen we opnemen? En klanten kunnen ook verzoeken bij ons indienen. Ja, ik zeg altijd 85.000 is heel erg veel. Maar we kunnen wel eens boeken vergeten waar mensen op zitten te wachten. Dan kunnen ze altijd een verzoek indienen bij onze klantenservice. Aan het einde van de presentatie geef ik daar ook de gegevens van door. En wat ik ook nog belangrijk vind om te vertellen, onder audio lezen. Wij hebben het bij Passend Lezen altijd heel erg bewust over gesproken boeken. En niet over luisterboeken. En daar hebben ze het bij de bibliotheek of Storytel over. Onze gesproken boeken worden op een andere manier ingesproken. Ze worden wat rustiger ingesproken. Toen ik net bij Passend Lezen kwam werken, toen hoorde ik dat en toen dacht ik, ja, maar het is toch veel leuker als een boek lekker hysterisch. Of ja, ik ging altijd daarvan uit dat dat fijn is. Dat het wat druk en misschien de intonaties als een boek wordt ingesproken. Nou, en toen verbeterde mijn collega, die blind is mij, en die zei van, nee, zegt ze, als jij een boek zelf leest, dan verlies je je in het verhaal. En je laat je meesleuren in het verhaal. Dan is het toch helemaal niet prettig als iemand voor jou al de spanning bepaalt. En voor jou helemaal eigenlijk alles voor je bepaalt. Dan dacht ik, oh, zo had ik helemaal niet nagedacht erover. Nou, met die achterliggende gedachten worden onze boeken en echt niet saai, maar gewoon op een rustige manier ingesproken. Zodat onze klanten zichzelf kunnen verliezen in het verhaal. Dat is een van de verschillen die we aangeven met onze boeken. Daarnaast worden onze boeken ook van A tot Z ingesproken. Zodat mensen een gewoon boek, ze zeggen van nou, ik vind het eigenlijk wel heel erg prettig om te lezen en te luisteren tegelijk. Nou, dat kan dan heel makkelijk. En als laatste worden onze boeken met een DAISY-structuur ingesproken. En dat houdt in dat je heel makkelijk de stem sneller kan zetten, langzamer kan zetten. Je kan heel goed navigeren door het boek. En als je de stem langzamer of sneller zet, verliest het niet de kwaliteit van de stem. Dus ik denk dat dat ook heel prettig is. Onder audiolezen
vallen ook de dagelijkse kranten. Die zitten ook. Ik heb het eigenlijk nog niet eens genoemd. Een abonnement voor volwassenen, 18 plus, is 30 euro. En eigenlijk alles wat ik nu vertel, zit daarbij in. Dus je kan bijvoorbeeld ook een abonnement nemen op een krant. De dagelijkse kranten. En die krijg je dan elke dag als een pop. Die krijg je dan op je boekenplank. Dat laat ik straks ook zien. En dan kan je die luisteren. Nou, dit is echt maar een kleine selectie van de kranten die we hebben. We hebben 150 kranten en tijdschriften in onze collectie. Die onder audio lezen vallen. Hier zijn ook een paar tijdschriften. Het is echt een kleine selectie van de tijdschriften die wij hebben. Ik zeg altijd, Max Verstappen is natuurlijk ook heel populair. We hebben dus ook een autocoureur tijdschrift erin. En wat ik altijd wel heel leuk vind om te vertellen, we zijn ook echt bezig met nieuwe dingen te ontwikkelen. En bij de Libelle onder andere hebben we ook audiobeschrijving daarbij. Dus een aantal afbeeldingen in de Libelle worden met audio beeldbeschrijving wordt dat weergegeven, wordt erover verteld. En ook de Jan-Jans en de kinderen aan het einde wordt ook met beeldbeschrijving helemaal verteld. Ja, dat vind ik altijd wel echt mooie nieuwe dingen die we toevoegen en die erbij komen. We hebben ook hoorcolleges. Nou, hier een kleine samenvatting van de hoorcolleges die wij hebben. Wat van vroeger, nostalgie, ja zuster, nee zuster, André van Duin Show, Mozart en de 100-jarige man die uit het raam klom. Zo had hem een recentere hoorspel. En, maar echt wel ja, heel, heel leuk, lekker interactief om naar te luisteren. En ook hoorcolleges valt ook onder audio lezen. Ja, heel veel Maarten van Rossum. Ik vind het altijd heel fijn om naar hem, om zijn verhalen te luisteren. Nou, zoals je hier een kleine opzomming van zijn hoorcolleges die we in onze collectie hebben. En wat ik al zei, dat valt gewoon om in die 30 euro wat je per jaar betaalt, kan je ook gewoon hier lekker naar luisteren. Dan stap ik over op het braille lezen. Dat is een andere leesvorm die wij hebben in onze collectie. En nou, je ziet hier verschillende. Je ziet hier gewoon onze brailleboeken. Boven de derde afbeelding zie je iemand die een brailleboek aan het lezen is. Nou, je kan gewoon op een brailleboek bij ons in de collectie. Je kan bellen met onze klantenservice of je kan op onze website zoeken. Wat ik later ook nog verder toelicht. Dan kan je gewoon een brailleboek bestellen en die wordt gratis bij de mensen thuis bezorgd, een brailleband. Zodat je die lekker kan lezen. Maar we hebben ook reliefkaarten, zoals je hier ziet. Eentje van Spanje, Portugal. Maar ook van plattegronden. Je ziet hier ook een van de Efteling. Ja, en ook voor de kinderen en een dinosaurus die helemaal kan lezen. Ik vind zelf persoonlijk een mooi verhaal. Ik was bij een oogcafé een paar maanden geleden. En er was een vrouw aanwezig en die was net verhuisd in Rotterdam. En ja, ze zei van ja, ik wil eigenlijk gewoon mijn nieuwe wijk, mijn nieuwe straten ontdekken. Kan ik dan mijn wijk naar jullie opsturen? En zodat die als plattegrondrelief kan worden gemaakt. En zodat ik mijn straten, mijn wijk weer kan leren kennen. Zodat ik lekker kan wandelen in mijn wijk en precies weet waar alles is. Ik zeg maar ja, dat hebben wij dan niet standaard in onze collectie. Maar als je dat naar ons opstuurt, dan maken we dat voor je. Dat is ook iets van de persoonlijke, wij noemen dat maatwerk. Van de persoonlijke dingen die we voor onze klanten maken en doen. Er zitten geen extra kosten aan vast. Daar kan ze gewoon opsturen. En ja, dat vind ik van een van de mooie dingen die wij hebben en die we voor onze klanten doen. En wat niet altijd bekend is dat we kunnen doen. Nou, ik liet al de Efteling zien. We hebben ze van heel veel musea, stadsplattegronden, dierentuinen hebben ze. En wat we ook hebben is op de volgende pagina tekeningenbanden van, zoals je ziet, vogels, de processierups. En mensen kunnen bijvoorbeeld, dit was een abonnement, een relief abonnement van vorig jaar, zoals je ziet, 2021. En dan krijgen ze dat elke maand, krijgen ze dat thuis bezorgd. Nou, dus dat hebben we elk jaar weer nieuwe. Wat ook leuk is, want ik kan me voorstellen dat het ook wel eens lastig is om die tekeningenbanden te leren lezen. Dus wij hebben daar ook hoe noem je dat? Ik ben even het woord kwijt. Wij hebben daar ook cursussen voor. Dus mensen kunnen ook bij ons een cursus in onze catalogus opzoeken. En dan worden ze helemaal stapsgewijs in meegenomen hoe je nou echt zo'n tekeningenband of reliefplattegronden goed kan lezen. En hoe dat werkt en hoe dat makkelijk is. Dus dat kunnen mensen ook bij ons volgen. We hebben er twee cursussen van. De eerste en de tweede, dus echt een vervolgcursus ook op. We hebben ze ook fysiek gegeven. En dus hopelijk misschien komen daar weer
fysieke cursussen van terug. Daar gaan we naar kijken. Maar je kan ze dus ook digitaal volgen om die tekeningenbanden goed te leren lezen. Nou, ik noemde het net al eventjes maatwerk. Wat ik net zei, wat we die voor die mevrouw hebben we echt voor haar heel gericht plattegrond voor haar omgezet. Maar dat gaat ook veel verder nog als het kerkkrantje, gedichten, familieboeken. Echte persoonlijke dingen die voor mensen persoonlijk belangrijk zijn, maar niet voor al onze klanten. Dus dat kunnen ze dus naar ons omzetten. Leesclubjes van boekenlijsten van leesclubjes hebben ook... veel mensen zijn ook lid van de boekenclubjes. Nou, die leeslijsten van de bepaalde boeken, die kunnen ze naar ons opsturen. Zodat ze toch die boeken echt goed kunnen bespreken. Liedteksten van koren, medicijnen bij sluiters, notulen van vergaderingen. Een paar voorbeelden waar die mensen dus naar ons op kunnen sturen. En dan zetten we dat om. Dat doen we heel graag. En dat geldt eigenlijk, ik had het net natuurlijk over braille, maar dat geldt ook voor audio. Kunnen we gewoon omzetten. Letterlezen is een ander onderdeel van wat in onze collectie valt. En daar zit voor de jeugd ook, dat is echt voor de jeugd, jumbo letterboeken bij. Daar ga ik dus nu verder niet op in, omdat het echt voor de jeugd is. Maar wat er ook onder valt, zijn de elektronische kranten en tijdschriften. Dus dat is echt het lezen en luisteren. Dus die kun je dus echt, met de stem kan je ook meelezen. En een ander is combilezen. En dat zijn de voelboeken in onze collectie. En bij deze voelboeken denk je eigenlijk gelijk van ja, maar dat is toch eigenlijk voor de kleine kinderen. Dat is inderdaad zo, voor de kinderen van 0 tot 8. Maar het is ook voor de opa's en de oma's of voor de ouders die slechterziend zijn of blind zijn. Die kunnen zo voorlezen aan hun kinderen. De voelboeken, ja, ik vind het zelf echt een van de fantastischste producten die wij hebben. Zoals je ziet ook op de afbeelding. Het is braille, het is zwartdruk, maar het is ook helemaal voelbaar. Zitten soort handpoppetjes bij, maar ook allemaal attributen bij, zodat je helemaal in het boek kan verliezen en mee kan voelen. Dus wat ik nu nog als wil, je kan ze dus zelf, het is voor de kinderen om te lezen, maar ook voor de ouders kunnen ze dus ook bij ons bestellen en ze zo kunnen voorlezen aan de kinderen, zodat ze samen kunnen lezen. Het proces van voelboeken is eigenlijk heel makkelijk. Je kan ze zoeken op ons, in onze collectie. Je kan ook bellen met onze klantenservice. De voelboeken worden met de hand gemaakt. Dus die moeten wel echt teruggestuurd worden. Brailleboeken, had ik net niet aangegeven, die hoeven niet teruggestuurd te worden. Omdat als je ze meerdere keren leest, vervagen de puntjes. Dus die mogen de mensen houden. Maar de voelboeken, ja, omdat het zo... kostbaar iets is, moeten wel echt teruggestuurd worden. Maar ze worden in een mooie doos geleverd. Nou, als je de voelboek weer terugzet in de doos, dan kan je... En er zit een sticker bij. Ik zeg altijd, er zit een soort Wekamp-sticker bij. Die kan je erop plakken. En die kan die gewoon gratis teruggestuurd worden. Dat proces hebben we echt heel makkelijk gemaakt. Zodat iedereen heel makkelijk de voelboeken bij ons kan stellen, kan lezen en terug kan sturen. Hoe werkt het dan bij ons? Nou ja, wat ik al eigenlijk aan het begin zei. Wij zijn geen fysieke bibliotheek. Het gaat allemaal digitaal. Wij zitten in Den Haag. En ik heb ongeveer 12 tot 13 collega's op de klantenservice werken. Die dagelijks bezig zijn om iedereen telefonisch te woord te staan. Mensen kunnen zich in principe... Het makkelijkste is als je je aanmeldt via onze website, passendlezen.nl. Je kan je heel makkelijk aanmelden als je lid wil worden. Deze kan je zoeken op de website. Maar als je lid wil worden, dan kan je gewoon alle gegevens digitaal invullen. Daarnaast, je hoeft niet de verklaring van de leesbeperking in te vullen. Die vraag krijg ik vaak van, ja, moet ik ook die verklaring uploaden? Moet ik echt aangeven dat die verklaring, de doktersverklaring of van de oogarts, moet ik die verklaring aan jullie laten zien? Dat hoeft niet. Wegens privacy mogen we dat niet vragen. Dus het enige is dat je, als je je aanmeldt bij ons en gegevens hebt ingevuld, dan moet je een soort vinkje aanvinken van, ik heb deze, je kan aangeven wat voor... leesbeperking je hebt, volgens dat vinkje aanvinken, dan zeg ik heb naar waarheid gesproken, ik heb een leesbeperking en dan kan je gewoon bij ons lid worden. Nou, het zoeken op de website, zoals op deze pagina zichtbaar is, is echt heel makkelijk als je eenmaal lid bent. Je kan op taal zoeken, je kan op leesvorm, ik heb dus net al die leesvormen aangegeven, kan je heel makkelijk zoeken. Je kan ook producten, als je zegt van ik wil eigenlijk alleen de gesproken boeken zien of ik wil alleen de brailleboeken zien, dat kan heel makkelijk. Als je op een boek hebt geselecteerd, dan zie je of het beschikbaar is. Je kan
een preview van de stem van het boek luisteren. Van ja, het kan natuurlijk stemmen zijn persoonlijk. Misschien zeg je nou, ik vind het helemaal geen prettige stem. Nou, dan kan je alvast even luisteren. Dus dat is echt heel makkelijk. We hebben ook Engelse, Franse, Duitse boeken, Friese boeken. Ja, dat is echt een hele grote collectie. Nou, hoe kan je dan bij ons luisteren? Je kan op verschillende manieren luisteren bij ons. We hebben de app. Nou, daar vertelde Marijke al eventjes over via de iPhone. Dat ze dat echt heel prettig vindt, onze app te luisteren. Nou, we hebben, voorheen was het de Daisy Laser app. Maar sinds een paar maanden lopen ze nu nog naast elkaar. Maar we zijn heel trots dat we dit, de Passend Lezen app, hebben. En die kan gratis gedownload worden op je iPad, op je iPhone. En zo kan je echt heel makkelijk zoeken naar onze boeken in de app. En ook luisteren. Je kan de boeken ook offline zetten. En dat houdt in dat als er geen internetverbinding is, dat je ook dan heel makkelijk, dat je dan gewoon bijvoorbeeld in het vliegtuig of in de auto, dat je dan ook gewoon echt heel makkelijk naar de boeken kan luisteren. Zet even de tijd ook in de gaten houden. Voordat ik, anders blijf ik doorpraten. Nou, zoals je ziet is de app is ook gewoon echt een hele makkelijke manier om onze boeken te zoeken. Daarnaast kan je ook de online player, dat is via de website van passendlezen.nl, kan je ook heel makkelijk luisteren naar onze boeken. Je kan navigeren door de hoofdstukken. En dat is een hele makkelijke manier. Terug naar een andere manier is dat je de Daisy speler. Op deze afbeelding zie je de rechterafbeelding is een old school. Ik zeg echt even de old school Daisy speler. Grote knoppen. Je kan bij ons op de website, wat ik net ook liet zien, kan je heel makkelijk ook selecteren van hoe of je een boeken als Daisy CD wil hebben. Dus je kan ook gewoon aangeven van nou, ik wil een cd'tje thuis krijgen. En dan kan je via de Daisy speler luisteren. En een andere manier is via de webbox. Dat kan ook. Als je die via het internet hebt aangesloten, kan je ook heel makkelijk onze boeken luisteren via de webbox, via Solutions Radio. Even terug verder. Wat we ook, we doen eigenlijk ook met alle CPMB-campagnes mee. Zoals de Poëzieweek, Kinderboekenweek natuurlijk ook. Maar ook gewoon de Boekenweek, daar doen we mee. De geschenken kan je bij ons aanvragen, die hebben we ook. En we gaan ook echt mee in het thema van die week. Dus als je het over de Boekenweek of de Poëzieweek hebt, selecteren we ook speciale. We hebben dan ook een speciale pagina. Daar gaan we echt helemaal ook in mee, zodat dat voor iedereen helemaal meeloopt. Nou, contactgegevens voor ons. Als je vragen hebt, dan kan je gewoon met onze klantservice bellen. Het nummer is 070-338-1500. Maar je kan ook mailen naar onze klantenservice. klanten@passendlezen.nl. Ik kijk even inmiddels naar mijn collega. Die heeft nog een vraag. Als afsluiter. Er zijn geen vragen voor mij zie ik binnengekomen, maar wel. Voor Marijke is er nog een vraag binnengekomen. Ik stop dan even mijn presentatie. En dan kan ik terug naar Marijke, denk ik dat het makkelijkste is. Volgens mij zijn we nu weer terug bij het gewone scherm. En dan heb ik een vraag voor Marijke als afsluiter. Onze klanten kunnen jouw boeken lezen, maar welk boek ben jij nu aan het lezen? Ik ben aan het lezen. Ik ben, boven is het stil, die heb ik een tijdje geleden gelezen. En onlangs De Druivenfluisteraar. Die heb ik net weer teruggestuurd. Dat is ook wel is op zich wel een heel aardig boekje. Ik was ziek de afgelopen week en dan is zo'n boekje, dat is wel vrolijk. Deze luisteraar, weet je wie het geschreven heeft? Ilja Gort. Ik hoorde reclame voor de radio dat Wilde Vogels of zo, dat dat het nieuwste boek van hem was. Dat staat er uiteraard nog niet op Passend Lezen. Want het duurt alweer een tijdje. Maar toen dacht ik, ik ben wel benieuwd wat hij nog meer schrijft. Leuk. Ja, dat is goed. Ja, dat kan ik nog wel even ook benoemen. Van inderdaad, het duurt eventjes omdat onze boeken echt worden ingesproken. Kan het soms 6 tot 9 maanden duren voordat de boeken bij ons beschikbaar zijn, de nieuwe boeken. Dat is ook het nieuwste boek van Ilja. Staat altijd precies op onze website aangegeven. Ook wanneer de boeken klaar zijn. Wanneer wij verwachten. Klanten kunnen altijd ook een verzoek bij ons indienen. Van hey, is het mogelijk
dat het boek versneld kan. We zijn een aantal boeken per maand doen we ook versneld. Dus dat is ook een mooi iets om nog even toe te lichten. Dat de klanten er ook altijd een verzoek bij ons kunnen indienen. Of het misschien mogelijk ook versneld kan. Nou, we hebben veel verteld. Ik hoop dat we iedereen hebben geïnspireerd. En ja, ik vond het echt heel leuk om dit zo samen te doen met z'n drieën. Om dit, deze verhalen zo aansluitend te vertellen. En ja, er zijn verder volgens mij nog geen vragen verder binnengekomen. Nee, ik kijk al Vera aan die naast me zit. We zijn mooi tussen de tijd. Ik zie nog 2 minuten. Ik wil jullie bedanken. Ik wil Marijke bedanken. En Carlijn bedanken voor deze samenwerking. En jullie bedankt. Ja, het was een leuk gesprek. Dankjewel. Ja, absoluut. En als mensen nog vragen hebben voor passend lezen, mailadres klanten@passendlees.nl en telefoonnummer 070. Vul hem even aan. 338-1500. Yes. Heel goed, dankjewel. En als je vragen hebt die niet over het lezen gaan, maar die meer bij de oogvereniging thuis horen, of iets met de inhoud van het boek misschien waar je vragen over hebt, dan kun je mailen met ooglijn@oogvereniging.nl of bellen naar de ooglijn 030-29-45-444. Bedankt allemaal.